Goedemorgen. Ik ga even in de gaten houden of het weer door wil lopen, ja of nee, want dat is elke keer een dingetje. En dat is best lastig, want ik heb vandaag ook echt mijn stansmachine nodig. Dus ik ga even in de gaten houden of het lukt. Kijken wie ik daar heb. Nou, volgens mij loopt hij weer lekker niet door. Is hij weer gewoon zeer irritant. We gaan gewoon beginnen. Ik heb nog een bakje koffie staan. Ik ga even de boel even omswitchen. Want ik denk dat dit hem toch niet wordt. En dan ga ik maar op de grond stansen. Dat is dan even niet anders. Maar ik moet wel kunnen lezen wat jullie schrijven. Dus dat is even een lastige. Maar goed, we lossen hem wel op. Geen paniek, zeggen we dan. Paniek, paniek. Even kijken of ik dit voor elkaar gebokst krijg. Want op de grond stansen is ook eigenlijk niet echt een dingetje. Nou, dan moet ik jullie even daar nog even op zoeken. En dan moet ik mezelf kunnen vinden als het goed is. Ik had hier ook nog iets van een muis. Zo raar, hè? De ene keer loopt die chat gewoon wel mee en de andere keer loopt die dus niet mee. Ik snap er echt werkelijk helemaal niks van. Hè? Heb ik weer een muis die vervelend doet? Maar ja, het is altijd wat. Goed, we gaan even lekker aan de slag. Ik heb nog een bak koffie staan, zien jullie wel. Ik denk, nou ja, doe ik nog maar even gauw tussendoor. Ik ga vandaag weer aan de slag met interactieve dies van Studio Light. En ja, zoals de meesten wel weten, ben ik natuurlijk ook van Studio Light. En werk ik ook alleen maar met Studio Light. Dus we hebben vier soorten. En als ik het goed heb, heeft Janine gisteren deze live gedaan. Het reveal wheel. Ontzettend leuk ook. Ze zijn trouwens allemaal leuk. Ik mag er trouwens ook nog weer eentje weggeven vandaag. Dat is ook wel grappig. En ik ga het toch nog een keer proberen. Hopla. En welke dat wordt? Ja, dat ga ik even verzinnen. Ik denk de slider card. Ik denk dat jullie dat best wel leuk vinden. Ik ga vandaag werken. In ieder geval met deze twee. Die ga ik combineren. Dus dat zijn de stansen. En dan ga ik hem combineren met dit blok. Ik heb altijd zoiets als er nieuwe dingen uitkomen van Studio Light. En dat zal misschien best wel meer mensen hebben. Nou moet ik even kijken waar ik het weg ga leggen, want ik heb het nog nodig. Haha, kan het niet te ver wegleggen. Hier dan maar even. Dan moet ik soms, aan sommige moet ik wennen. En het grappigste is, waar ik dan eigenlijk aan moet wennen, daar werk ik het meeste mee. Dat is wel heel bijzonder eigenlijk. En dat is deze. En ik vind hem gewoon, ik ben ermee bezig gegaan. Ik vind hem helemaal geweldig. In eerste instantie dacht ik, moet ik daar nou mee? Al die astronauten dingetjes. Maar hij is zo leuk. Dus, maar deze is ook erg mooi. Ze zijn allemaal mooi hoor. Maar deze is ook erg mooi. Dat is met heel mooi papier. Leeuw, giraffen, olifanten. Het wildlife gebeuren. Super gaaf blok. Heb ik ook een heel mooi voorbeeld van in de folder mogen maken. Nou, dit is meer het vintage gebeuren. Ook dat is natuurlijk ontzettend leuk. Ook heel toffe mannenkaarten. Staat ook eentje van in de folder van mij. En dan hebben we deze. Dat is een beetje een ja, wat hippere. Ook daar ben ik al wel mee aan de slag geweest. Want je ziet, daar zit ook van allerlei uitgeknipt, gesneden gedaan. Dus dat zijn de nieuwe blokken van Studio Light. Daar zit dus het papier bij, er zitten plaatjes bij, er zitten rechthoekige plaatjes bij, er zitten labeltjes bij. Compleet gewoon. Nou, dit blok ga ik ook in de buurt houden. Even kijken waar ik alles ga leggen, want ik heb geen zin om dadelijk op te gaan staan. En, nou, ik zal nog even heel snel door mijn voorbeelden gaan rousen. Dat was die interactieve, en die heb ik van de week ook al laten zien natuurlijk.
Dit zijn filmpjes gemaakt voor Studio Light speciaal. Ik heb ze dadelijk in het Engels op mijn tijdlijn staan of op mijn YouTube staan. En die moeten gewoon basic, zoals wat er in de mal zit, dat moet je gebruiken. Nou, dat heb ik dus gedaan. En dit is nog zo'n basic. Dat is dus het pop-up gebeuren. Nou, dat pop-up gebeuren ga ik dus dadelijk gelijk mee aan de slag. Ik heb er dan nog wat leuke stempels op gedaan later. Kijk, als de film helemaal klaar is, kan ik hem later gewoon wel extra maken. Nou, dit is dus een review met dus de astronautjes. Hoe tof. En dit is een review. Ik struikel daarover. Goedemorgen, dames. Tijgerpanten, mogen ze... Ah, ja. Nou, ik ben meer de olifantjes. Die vind ik wel heel schattig. Maar en de giraffen ook. Trouwens, ja, alles is leuk. Nou, dit is echt voor de baby. Dat zijn de draaiers. En dan hebben we nog een pop-up. En dan kreeg ik van de week een goede tip. Gewoon de achterkant ook meedoen. Nou, weet ik niet of ik dat... Ik denk niet dat ik dat dadelijk ga doen. Ik doe het gewoon toch eens eigenwijs op mijn eigen manier. Nou, deze moet ik even helpen. Die komt even daar van achter. Hier heb ik hem heel simpel met een hart. Dus echt even een probeerseltje van hoe werkt dit nou eigenlijk. Ja, je weet het ook niet altijd allemaal precies. Nou, en deze heb ik dus van de week live gemaakt. Wil je dat weten, dan kun je die ook weer even terugvinden op mijn YouTube kanaal. Daar ging het bootje varen. Wat ik wel een toffe tip vond, en dat eigenlijk zou ik dat moeten doen, maar dat heb ik natuurlijk weer niet bij de hand. Dat zei iemand even een beetje talkpoeder of dat antistatisch doekje langs je slijden gedeelte. Dan is het wat gladder. Nou, dit zijn de voorbeelden. Die kunnen in ieder geval aan de kant. Dan heb ik weer een beetje space. Space met spaceblok. Hoe leuk is dat? Even gauw een slokkie. Ik ben er eigenlijk niet voor hoor. Om te drinken terwijl ik live ben. Maar goed, ik had nog gewoon zin in koffie. En ik was eigenlijk stiekem met Janine aan het appen over iets. En we hadden een heel simpel dilemma. Soms kun je een heel simpel dilemma hebben. En toen ik zei, ja, ik zei, nou moet ik toch nog aan de koffie. En ik moet nog, ik moet zo live. Soms gaat het een beetje. Wolvengek. Oh, dat kan ook. Nou, ik ben niet voor de wolf hoor. Wie heeft hier in de buurt zoveel schaapjes doodgebeten? En ik weet dat het is de natuur, maar ik vind het wel heel, heel sneu. Nou, ik heb even het een en ander opgeschreven. Want zoals ik van de week al zei, ben ik nog een beetje suffig. Ik moet van het sterrenpapiertje 14,3 bij 21 centimeter hebben. Dus dan ga ik even mooi snijden. En ik dacht dat die 21 hoog was. Volgens mij wel, hè. Ja, even kijken. Of zelfs nog iets breder. Ja. Ja. Dus dat is precies. Nou, dan 14,3 eraf. Dan heb ik de breedte die ik hebben moet. Want ik had ik heb een voorbeeld gemaakt hoor. Want ik ben gewoon nog niet helemaal dat ik zonder voorbeeld kan werken. Soms is het ook gewoon een beetje lastig. Die ga ik vouwen. En mijn hand wil niet hoor, jongens. Die heeft er echt op het moment helemaal geen zin in. Ik denk dat ik van de week te veel raampjes gezeemd heb. Als het dan mooi weer is, dan krijg ik het op mijn heupen. Dan denk ik, oh, ga lekker ramen zeemen. En waar heb ik nou die stanzen gezet? Deze moest ik hebben, de pop-up. En toen moest ik bij die mevrouw werkwerk ook nog de ramen zeemen. En dan heb ik gezegd, joh, het mag mooi weer. Laat ik ze lekker allemaal meepakken. Nou, dit is om het pop-upje te maken. Waarom heb ik dat nu niet allemaal voorbereid? Puur omdat ik... nou, tijdgebrek, dat kan ik niet zeggen. Maar gewoon ook wil laten zien hoe het werkt. Is toch ook wel eens even fijn, denk ik dan. Dus dat. Goedemorgen voor de dames en de heren die binnenvallen. Ik ga het pop-up gedeelte ga ik aan de rechtse kant doen. Dat had ik al gedaan. Bij mijn voorbeeld ook, je kan hem rechts doen, je kan hem links doen, je kan hem twee keer doen. Heb ik ook al gedaan. Ik vind het wel even het handigste dat je hem even vastplakt. Nou, en dan moet ik herrie gaan schoppen. Het is niet anders, maar anders dan krijg ik mijn pop-up gedeelte er niet in. Nou had ik een magneetmat. En dat zou wel heel handig zijn als ik die dus weer had. Ja.
En ik heb een, want dat is het probleem. Ik heb een, tenminste een probleem, eigenlijk niet. Ik heb een elektrische snijmachine. En die maakt een beetje herrie. Ik doe hem aan deze kant ook nog even vasttapen. Hopla, dat is eigenlijk al voldoende, maar goed. Dus het is even herrie schoppen. Excuse me. Ik moet het 2 keer of 3 keer doen vandaag. En dan moeten we even wachten. En dat vind ik dan eigenlijk altijd een beetje lastig. Want, ja, ik wil door. Maar ik kan niet door. Ja, dat is ook wel weer zo. Kijk, als ik het eenmaal uitgevogeld heb, dan denk ik, ja, dat snapt iedereen wel als ik het er zo opleg. Maar ja, dat is soms ook wel een beetje een... Nou, dan komt hij eraf. Dan moet ik hier dit ook eens even aan de kant mikken, want ik weet niet hoe het allemaal gaat. Dan gaan we hem eraf halen. Kijk, dit is washi tape wat ik gebruik. Dat vind ik altijd heel fijn. En dat is washi tape wat eigenlijk best wel soft is, zal ik maar zeggen. Je kan het ook met verwijderbaar plakband doen. Die natuurlijk gelijk terug, want anders ben ik hem dadelijk kwijt. En dan is heel mijn pop-up gebeuren van de baan. Dus die kan er terug in. Ik geloof niet dat ik die nog nodig had. Nou, wat er dus nu gebeurt, je hebt hem dus uitgesneden. En als het dan goed is, gaat hij naar voren. En dat is goed, maar er moet altijd even een dingetje. En dan vouw je hem dubbel. En dan kun je hem hier lekker even aanzetten. Deze kant ook. Nou, en dan heb je je pop-up. En dan kan je ervoor kiezen van ik doe hem aan de linkse kant. Doe hem aan de rechtse kant. En dat is puur omdat ik hem gewoon basispapier heb gepakt. Dus ik kan eigenlijk alle kanten op. Nou, wat vind ik dan het handigste? Om hem dus als eerste op mijn basispapier te gaan doen. En ik heb gekozen, en dat zou je eigenlijk, ik werk eigenlijk bijna nooit met rood. Omdat ik dat een beetje kerstig vind. Maar ik vond dat eigenlijk wel mooi passen bij deze lijn. Dus ik moet even uitmeten hoe breed ik moet hebben. En hij was 14,3. Dus ik ga hem een halve millimeter of een halve centimeter. 14,7 gaan we ervan maken. 4 millimeter erbij. En ik doe dus alleen de lange kant snijden. Dat kan weg. Je kan het snijden, inderdaad, dat klopt. Dat is ook een mogelijkheid. Maar ik ben altijd wel weer wat meer... Kijk, je kan niet alles kopen, dat begrijp ik. Dat is logisch. Ik kan ook niet alles kopen wat ik hebben wil. Als dat zo was, hè? Ho! Zou ik dan een mooie kamer hebben hier? Nou klink ik wel heel ondankbaar. Net of dat ik geen mooie kamer heb. En die heb ik wel. Ik moet even mijn tape hebben. En dan moet ik mijn tape hebben van Studio Light. En waar heb ik dat gelaten? Ik heb hele brede en ik heb hele smalle moet ik hebben. Oh, dan zie ik toch die smallere niet. Dat komt omdat ik hier een beetje veel heb liggen. Oh, daar is die. Want die brede is... Nou ja, voor deze gaat het wel. Ik pak gewoon de brede erbij. We hebben van Studio Light tegenwoordig ook tape. Heel fijn. En dat vind ik ook wel heel fijn om te maken. Ja, deze kun je, de binnenkant kun je gewoon snijden, inderdaad. Dus je kan hem gewoon namaken. Oh, gaat dit gewoon weg? Oh, dat is wel heel erg irritant. Nou ben ik gewoon helemaal uitgelogd. Willen ze hem al helemaal niet meer hebben. Nou, we gaan weer verder. Tapen. En dat doe ik gewoon echt stuk voor stuk. En ik moet heel eerlijk bekennen, ik heb dit gewoon van mede-collega's geleerd om het met tape te doen. Ik ben eigenlijk zo'n bibbekont, dat ik eigenlijk altijd alles als ik tape plak, scheef plak. Maar, die hebben een foefje geleerd en dat hebben jullie vast wel gezien. Ik heb het bij Alice gezien, ik heb het bij Jeanette Blauw gezien. Dat zijn gewoon van die hele simpele dingetjes. Dat je eigenlijk maar één kant eerst... los moet maken. En dan daarna de rest. En dan plakt het gewoon. Hopla. En dan kan je recht plakken. Nou,
Even kijken, hoe wil ik hem hebben? Dat maakt eigenlijk helemaal niet uit, want ik kan draaien, draaien. Wil ik dit aan de voorkant? Dit is Poppy trouwens, de kleur. Alles wat ik gebruik... Oh, oeps, weer vergeten. Dat moet ik hierboven zetten. Dat zet ik dadelijk even boven mijn filmpje. Ik ga nu wel een beetje link doen. Want ik ga gewoon die onderkant helemaal loslalen. Dan heb ik er maar drie dadelijk, hè. Ja. Even een dingetje. Eerst even goed aanvouwen. Dan weet je zeker dat die vast zit. En dan haal je het achterkantje er zo af. De plakkracht vind ik goed, hoor. Van de witte tape. En maar we hebben ook rode, hè. En dat is de extra sticky. Die is natuurlijk, als je bijvoorbeeld albums en zo gaat maken, is die wel wat fijner. Alhoewel ik moet zeggen, die heb ik gewoon nog niet gebruikt. Kijk, en als je het nu zo doet, wauw, dan kan zelfs een bibbekont als ik recht plakken. Hoe fijn is dat? Dan moet ik wel zien dat ik natuurlijk die zijkanten er nog even afgefrummeld krijg. Dan moet het niet gekker gaan worden. Hey, goed zo, Bettina. Dankjewel. Dan moet het niet gekker gaan worden. Dan kan ik gewoon weer meelezen. Meelezen op de chat. Nou. Ik snap daar nooit niks van. Ik had eerst al de gedachte van... Oké, dat ligt aan mijn kinderen. Want mijn kinderen zitten dus ook op het internet. Nou ja, mijn kinderen. De een ligt op bed en de ander die slaapt. Dus dat kan niet. Dus daar is het, dat is het hem niet. Anders zouden die nog veel internet weg kunnen plukken natuurlijk. Nou, ik ben net begonnen hoor, Ingrid. Ik ben eigenlijk aan mijn basisje begonnen. Het opleuken moet nog gebeuren. Oh, dan plak ik hem dubbel. Dat gaat niet goed komen natuurlijk. Waarom kan dat dan niet gewoon gelijk van begin af aan, hè, denk ik dan? Want dan hoef ik geen laptop op te starten. En ik wil toch zien wat er gezegd wordt. Zou zo'n beetje lastig zijn als ik dadelijk niet mee kan lezen wie er meedoet met de wedstrijd. Of tenminste, wedstrijd met de verloting. Wedstrijd is het niet. Nou, en dit wordt dadelijk ook eigenlijk best wel een handige. Want hier gaan we dadelijk... Oh ja, dat ben ik weer vergeten. Dan ben ik weer vergeten om hier een vouwlijn te maken. Oelewappertje. Maar... Ga ik hem zo dubbel vouwen? Zou ik dat durven? Nee, dat durf ik niet. Ga gewoon even rillen. Je moet hem natuurlijk wel eerst dubbel vouwen. En dan moet je hem niet doorsnijden, Ko, want dan heb je echt een vet probleem. Dus die witte moet even weg. Dat zal hij net niet halen, denk ik. Maar nou zit dat blauwe papier, die verhoging zit erbij. Nou, net wel. Ik zou echt zo'n muts zijn. Ik zou net heel de boel eraf jassen. Eerst even vouwen dus, hè. Wat ben ik nou allemaal aan het hannissen? De tape wil wel heel erg graag op mijn kaart. Eerst vouwen en dan plakken. Goed, het komt goed. Maar het is net even wat lastiger. Nou, die kan er dus af. Oh, maar ik ben nog maar net begonnen. Ja, ik verloot al. Ik mag een malletje weggeven. Dus dat is altijd leuk. Dat is altijd wel een of andere actie. Ja. Of we geven wat weg, of er is een actie in de winkel. Nou ja, vandaag geven we weer wat weg. En dat is bij alle lives. Vanmiddag. Oh, help. Ik dacht vanmiddag Jeanette en vanavond Janine. Maar ik weet niet zeker. Ik dacht dat wel. Ik zit te hannissen. Ik kan het beter zo doen. Dat gaat iets makkelijker. Meestal. Niet altijd hoor. Ik ben zo blij dat ik hier een grote bak heb staan. Daar mik ik alles gelijk in. Anders kun je eigen schil poetsen dadelijk, hè. Kletten. Dan gooit er een wat op de grond buiten. Nou, die vouwen we dus dubbel. Ja, klopt, Lenny. Hoppakee. Nou, kijk. Daar hebben we de pop-uppert. Hoe leuk is dat?
Nou, dan gaan we hem daar afsnijden. Dan moet hij goed zijn, hè? Altijd wel een beetje link, hè? Maar het moet goed zijn, dat kan niet anders. Ja, heb ik een tekort, dan heb ik een tekort. Dan heb ik vette pech. Als het goed is, moet hij... Nou ja, hij is net nog iets te lang zelfs. Heel klein randje moet er nog af. Doe ik even met die andere, want die vind ik dan net weer wat handiger. Erg, hè? We hebben ze in soorten en maten en in groottes. Maar dit vind ik net even wat handiger. Ja, ik zag wel... dat is ook zo leuk. Ik lees natuurlijk heel veel. Ik reageer niet altijd overal op een jongen. Sorry hoor, maar dat kost zo ontzettend veel tijd. Maar ik zag wel dat Lenny had van de week de kleindochter op bezoek. En die hebben lekker saampjes taartjes zitten maken. Hoe gezellig. Oh, ik... Ik lees het allemaal even niet. Een vraag. Wat is er voor vraag? Hebba, vieze koude koffie. Niet lekker. Even kijken. Nou, gaan we die van binnen eerst maar even opleuken? Denk het wel, hè? Vraag, vraag. Ja, ik heb zoiets gezien, Corrie. Heel veel sterkte met je man. Dat is niet fijn. Ik had deze uitgestanst. Die komen, dat zijn eigenlijk mijn grans. Hoe leg je bij de Tim Holtz? Ik heb geen Tim Holtz, dus ik denk dat je aan mij heel weinig hebt. Tim Holtz. Oh, de trimmer. Je snijdt altijd scheef. Ja, je moet hem tegen het randje aanhouden. Van boven, hier. En dan, ja, ik heb geleerd aan de bovenkant en dan gewoon van je afzetten. Dus... Maar wel vasthouden. Hier vasthouden. Dat ding. Ja, ik hoop dat dat duidelijk is. En soms heb ik... Maar weet je wat ik mijn idee wel eens is? Volgens mij is het papier wel eens scheef. Dat het gewoon scheef in de boeken gaat. Nou, wat ga ik doen? Ik wil deze hierop. En ik had op mijn voorbeeld... Daarom heb ik hem 14,3 gehouden. Mijn voorbeeld was die net iets te breed of te kort. En toen moest ik gaan goochelen. Dat vind ik dan eigenlijk net niet mooi. Nou... We gaan hem vastzetten aan de onderkant. Weer met tape. Ja, we blijven bezig met tape. Want de tape is afgerold, dus dat moet weer... Hup, hoppakee. Ja, ik vind het ook wel een fijn ding, hoor. Ik ben er best blij mee. En weet je, de andere ben ik ook blij mee. Want dan kan je en mee rillen en mee snijden. Maar dan heel soms dan rafelt je papier. Ja, dan pak ik gauw die van Tim en dan... Kijk, ik doe hem niet aan de bovenkant vastzetten. Want dan kan daar nog wat tussen. Nou, dat is bij deze ook. Maar die ga ik dus met lijm vastzetten. Is die nog steeds met zijn pootje doen, Sylvia? Ja, dat is ook al een tijdje, hè, dat dat gaande is. Ook wel sneu. Was je het vergeten? Ach, je moet vast nog strijken, Yvonne. Dan kijk je maar weer stukjes strijken terug. Ja, dat is een grapje, jongens. Maar Yvonne die kijkt altijd op YouTube naar mijn kanaal. Naar mijn filmpjes. En dan gaat ze strijken. Nou ja, dat is... Eigenlijk best wel een leuk dingetje, toch? Ik zit scheef te plakken iets of wat. Zien we dat? Ja, ik zie het. Ik denk dat jullie het eigenlijk niet eens zien. Ik ga het maar gewoon zo laten, want anders als ik hem los ga trekken, dan maak ik hem helemaal stuk. Ik heb al wel het hele boeletje uit zitten knippen, want ik denk, oh help, als ik dat allemaal moet gaan doen. Waar jullie naar zitten te kijken, nou, daar word je helemaal niet vrolijk van, dus dat gaan we niet doen. We gaan in space. Nou, die komt hier. Ik hoop dat het nog te zien blijft. Die komt daar. Ik heb natuurlijk mijn voorbeeld al klaar. Dit was best wel even een dingetje van waar ga ik wat zetten. Dus nou is het voor mij even makkelijk. Maar het is altijd even puzzelen. Ga ik hem zijn pootjes hieronder zetten. Zo. Dan is het net of die over de berg heen rijdt. Toen ik hiermee bezig was, toen ging ik echt weer even terug in de tijd.
Wij hebben vroeger thuis hadden wij zo'n sterrenkijker. Oh, gelukkig. Gelukkig, fijn dat. Van een casino. Oh, ja, daar ben ik ook ooit één keer geweest. Daar moet ik niet naartoe. Dat gaat niet goed. Ik ben er mijn winst uitgelopen. Maar daar ga ik nooit meer heen. Want dat gaat me geld kosten. En dat vind ik zonde. Dat besteed ik liever aan hobbyspullen. Maar goed, wij hadden dus vroeger zo'n sterrenkijker. En mijn broer die sliep dus helemaal op zolder. En die had zo'n schuin dakraam. Dus die sterrenkijker stond naar buiten. Daar moest ik gewoon weer even aan denken. Dan, ja, dan komen bepaalde dingen uit je jeugd komen dan toch weer terug, hè. Wat heb ik hier? Ik ga die kat, die ga ik hier zetten. Want dat vond ik wel grappig. Maar deze poten die moeten er even af. Dus we gaan hem even een beetje amputeren. Daar gaan ze teentjes. Ach, het is toch te zonde. Nou, die kan hier dus nou mooi tussen. Omdat ik dus ruimte ertussen heb gelaten. Dat is altijd fijn. Daar kan je tussen proppen wat je wil. Nou, wat had ik nou nog? Want er zit natuurlijk van alles in die... Hoe heet dat ding nou? In dat blok. Ik kan er soms niet uitkomen. En daar zitten dus ook van die soort kraters in. Hè? Dus ik denk, ja, oké, er komt hier een krater. Dus die gaan we daarop zetten. Nou, ik doe het nou allemaal even lekker mijn lijn. En dan moet ik wel oppassen natuurlijk dat ik hem dadelijk nog niet gelijk dicht klap. Maar nou kan ik nog ietsje schuiven. Waar ik wat wil hebben. Oh, was er nog een live? Oh ja, dat zou zomaar kunnen. Daar hou ik me allemaal niet mee bezig. Maar dat kan ook niet, hè? Nou, zijn pootjes zijn eraf. Ja, dit is een beetje lastig voor jullie om te zien. Als ik nou ga staan, kan het misschien beter. Maar dan moet ik een beetje... Moet ik weer echt overhoeks werken. Nee, dat ga ik niet doen. Want dan moet ik staand gaan plakken. Maar zo komt het dus het idee. Dan krijg je echt die diepte van dat pop-up gebeuren. Dus dit is even een beetje saai voor jullie om naar te kijken. Omdat het dus een beetje lastig is. Maar ik zal hem iedere keer proberen even te kantelen. En nou had ik dus dit beestje. Maar dat jochie, dat moet er dus ook nog bij. Hij is echt met zijn vriendjes in space. Dus die komt hier voor te staan. En dat is het leuke, want nou kan je echt heel... je gaat eigenlijk 3D creëren, terwijl je geen 3D hebt. Dan komt dadelijk mijn haar in beeld. Maar ik ben naar de kapper geweest, toen niet zo lang geleden. Ik ben niet meer blond, dus ziet er weer een beetje anders uit. En dan vond ik leuk dat deze... Is dat nou zo te zien voor jullie? Ja, geloof het wel, hè? Dan gaat deze... Die gaat naar zijn vriendje vliegen. Want ja, ze hebben allemaal van die dingetjes op haar hoofd. Hoe noem je zo'n ding? Van die bollen. Dus ze hebben zuurstof. Dan moet ik ook altijd weer aan die vervelende SpongeBob denken. Oh, daar hebben we wat naar gekeken. Maar dan had je die eekhoorn, die liep ook altijd met zo'n bal op zijn hoofd. Nou, dit is dus dat. Maar dan vond ik dat dus weer, die voetjes vond ik dan weer niet zo leuk. Dat dat allemaal in beeld was. Dus ik denk, nou, dan zet ik die ook weer even achter een kratertje. Zo. Ja. Dus die moet ook nog even vastgeplakt. Even met de dingen doen, want dat is wat makkelijker. En je ziet, ik pak lijm van alle kanten vandaan. Wat er voor handen ligt, dat neem ik. Kijk, hij staat echt tussen de kraters. Moet je niet met allerlei 3D foam gaan zitten werken, want dat gaat natuurlijk niet. Want dan gaat hij dus helemaal niet meer dicht. Dan heb je dat probleem. Nou, hij staat echt op Mars. Of zoiets. Nou heb ik nog een raket. Nou, dat is dus wel leuk om die hier van achter te laten flapperen. Bergen met sneeuw. Nou ja, het zou ook kunnen. Voor mij zijn het kraters.
Zouden ze in, op Mars geen sneeuw hebben? Joh, dat is mijn fantasie. Maar er komt allerlei spullen uit. Allerlei zwarte dingetjes. Nou, dat heb je toch niet uit de sneeuw? Dan zie je zwarte sneeuw. Dat is ook niks. Reach for the stars. En die wilde ik dus hier. Die komt dus hier te staan. Maar die is dus te groot. Dus dan gaan we een stuk afhalen. Ik haal daar die sterretjes dingetjes af. Oh, hij valt naar de grond. Hij wil niet geholpen worden, denk ik. Maar hij zal toch moeten. Dan gaan we dit gewoon even afhalen. Oh. Kijk, dat bedoel ik. Dan ga je scheef. Als je hem niet goed vasthoudt, dus je moet dat plastic ding wat erop ligt, moet je even vasthouden. Ging die weer. Hopla. Zit ik het net te zeggen, je moet het vasthouden en dan laat je het nog los. Oké, die komt daar. Ik dacht dat dit blokje... Nou, dat dacht ik dus ook, Ellie. Ik dacht van, nou, dat is een kinderachtig dingetje. Maar ik vind het gewoon helemaal geweldig. En ik ben toch eigenlijk altijd al van de bloemen en de kant en de dingen. Maar ik vind dit toch ook wel heel erg leuk, hoor. Ja, weet je, en laatst zei ik het al. We hebben sinds niet zo heel lang weer een kleine man in de familie. Dus ja, god, dat is ook gewoon leuk, toch? Fly me to the moon. Nou, dat vond ik ook wel heel toepasselijk. Die gaat er ook een stukje af. Want anders past die ook niet. Want ik wil het wel allemaal een beetje passend hebben. Nou, dan haal ik hem aan deze kant. Hup. Dan heb ik er net iets meer beeld op. Dus dat gaat er ook af. Dan kan dat weer aan de andere kant. Nee, soms moet je echt... Dingen moet je gewoon soms zien. Dan denk je inderdaad van... dat is het hem niet voor mij. En dan ga je ermee werken. Of je kijkt er doorheen. Of je ziet het bij een ander. En dan denk je... Oh, dat is toch eigenlijk hartstikke leuk. Wat denk je nou voor iemand die bijvoorbeeld sterrenkundige leert? Ik geloof dat dat nog ergens... Ik weet dat er hier op het dorp was. Er een knul die dat ook deed. Het wordt niet zo vaak gedaan volgens mij. Maar die was ook altijd met de sterren doende. Ik geloof dat je dan helemaal naar Groningen moet. Dat is voor ons hier allemaal heel eind vandaan, hoor. Nou, wat heb ik dan nog? Een paar kleine frutsels. Want ik wilde hem natuurlijk toch nog wel een beetje opgefrist. En dat rood moest natuurlijk terugkomen. Kan. Het wil niet wat ik wil. En ik had van die, wat noem je dit? Dit zijn satellieten volgens mij, hè? Ja, dat is toch hartstikke leuk voor zo'n klein kind om te maken voor zo'n jochie. Ik vind het helemaal geweldig. Volgens mij is het een satelliet. En de satelliet, die ploffen we die kant op. Er moet van alles rondvliegen. Nou, dan heb ik nog een ster bedacht. Hier ergens. En ik heb een ster. Ja, ja, ik zie het. Ik ga hem even op zijn kop leggen. Dan zie ik ook wat meer. Oh, had ik eerder moeten doen. Ik ga hier een ster doen. En daar komt een ster. En dan komt er nog een rode lager. Kijk, en je had er ook voor kunnen kiezen, als je dat natuurlijk leuk vindt, als je daarvan houdt, om alles even te beinkten. Maar ja, zoals jullie weten ben ik nog niet zo... als ik eenmaal ga beinkten, dan zit alles onder de inkt. Dus, nee. Ik wil het wel eens doen met bruin, als het vintage is. Maar, of vintage, moet ik zeggen natuurlijk. Maar verder eigenlijk niet zo. Space Invaders. Hoe leuk is het? Nou, dan komt er hier nog eentje. Dan hebben we drie sterren. Dan klopt dat weer. Nou moeten we de voorkant nog gaan maken. Want ik dacht, ja, weet je, pop-up kaart, hartstikke leuk. Maar de buitenkant moet ook een beetje gezellig. Dus daar ga ik nu even mee aan de slag. Die wordt 14,3 breed. Dat weet ik sowieso al. En dan moet ik even in mijn blok zijn. Want daar had ik een papiertje in gevonden. 14,3 breed. En dan moet ik even zoeken, jongens. Want ik heb natuurlijk het een en ander. Die is het niet.
Die is het ook. Nu moet je kijken hoe grappig. En als je dan eigenlijk je kaart is dan al bijna gevuld. Dat is ook heel leuk voor in een... heb ik hem niet meer, toch nog wel? Dus heb ik een vet probleem. Nou ja, nee hoor, want dan maak ik er gewoon wat anders van. En het gaat onderhand, geloof ik dat ik... Is het dan de laatste? Ja hoor. Volgens mij wel. Ik had bedacht deze. Want die zijn aan het fladderen rond de aarde. En wat zei ik nou? Hij moet hoog zijn. Nou moet ik mijn voorbeeld even dubbel klappen, want anders zie ik niet meer wat ik gedaan heb. Hij moet hoog zijn. Eigenlijk 14,3, maar ik wilde hem matten op donkerblauw. Dus mijn donkerblauw wordt 14,3. En dit is het kleurtje Eggplant. 14,3. Even zoeken. 14,3. Het is altijd zo verleidelijk, hè? 14,3 en hij is hoog. Even meten. Meten is weten. Kijk, en die had ik nou nog graag even schoon willen maken. Dan ben ik gewoon weer vergeten. Hij is 10,8, dus hij wordt 10,4. 10,4. Het is altijd allemaal heel verleidelijk. Niet alleen voor jullie, ook voor ons hoor. 10,4, dat even aan de kant. Dus die komt daar bovenop. En dan heb ik, de hoogte is 10,4, dus mijn andere, die wordt 10. En dan gaat er een stukje van de wereldbol af. Maar ja, dat zei zo. Papa, 10. En weet je, ik vind dit papier ook, al zou je het niet... Het is ook gewoon heel erg leuk te gebruiken voor op je winterse kaarten. En het fijne vind ik dat het andere kantje is ook mooi gekleurd. En wat had ik nou? Oh, help. 14,4? Dacht het wel. Moet wel gelijk zijn, want anders is het zo'n raar zicht eigenlijk. Ja, 14. Dus dat wordt 14. Oh, dan zet ik die weer weg te stoppen, maar die heb ik zo nog weer nodig. Die wordt 14. Hoppakee. Nou, dan heb ik dit snijden wel gehad. Toen had ik bedacht dat daar dus zo'n pop-up, slidergedeelte in moet komen. Dan moet ik die dus nog eentje maken, want ik maak er altijd graag twee. Ik maak hem altijd dubbel. Even denken hoor. Hoe heb ik dat uitgevogeld? Kijk, want ik vond het wel grappig dat deze daar overheen zou gaan. Heb ik hem nou... ga even naar mijn voorbeeld kijken. Heb ik hem daar nou op mijn dingen ook? Nee. Nee, ik heb hem gewoon eigenwijs zo gemaakt. Dus dat doe ik nou weer. Ik ben best wel een beetje eigenwijs hoor. Ach Marie, het is altijd allemaal terug te kijken. Nou, deze. Even gewoon voor de duidelijke uitleg. Die kleintjes, die zijn dus voor het slijden gebeuren wat ik nu ga maken. En daar hoort dus die lange steel bij. Deze, die hoort bij de bredere slijder gebeuren. Dat rondje doen we dadelijk bovenop hem. En dan kan je daar je in deze mijn ufootje opzetten. Ga ik het er al afhalen? Dat is wel een beetje tricky. Wacht even. Die moet ik hebben. Deze heb ik nodig. Deze heb ik nodig. En mijn rondje heb ik nodig. En deze heb ik nodig. De lange. Oké. Ik pak even een grotere magneet, want ik vind dat net wat veiliger. Dat alles gewoon op een magneet zit. Mooi. Nou, die komt aan de zijkant. Die heb ik bedacht. Heb ik die lange gebruikt? Ja, ik heb die lange gebruikt. Nou, dit wordt weer met tape vastgezet. Waar was mijn rolletje tape? En, nou ja, het is het handigste dat je dus zorgt dat die gaat glijden. Dat je denkt van, oké, ik wil hem ongeveer op die hoogte. En ik vond het grappigste dat hij dus mooi liep. Net een beetje daar buiten en een beetje daar buiten.
Dan plak ik hem aan één kant vast. Ik ben altijd van eigenlijk niet zo van het nameten. Maar ja, laten we het nou maar even wel doen. En dan is die zo 1,7. Dus hij moet hier ook op 1,7. Laat hij dat nou zitten. Mooi. En nu, wat ik dus dan ook fijner vind om te doen, is... hoppakee, die moet in de midden om en erbij. Je liniaal even eroverheen leggen. Potlood is wel handig om dat te gebruiken. En dan zetten we hier even een streepje. Dat is de midden van mijn oog. Ik noem dit maar even een oog. En dan leggen we deze dus. Ja, ik meet dat niet precies uit hoor. Net wat ik net al zei, ik ben wat dat betreft een slechte meter. Ik doe het meestal op zicht. Maar ik wil het nou dan wel even voor jullie. Ik geloof dat hij zo redelijk zit. Nou, dat snijden we. Hier, hij zit aan de achterkant helemaal mooi glad er tegenaan. Dus dat gaat even door mijn machine heen. Helaas pindakaas, dat is weer even herrie. En dan de rest kan ik dadelijk gewoon met de kleine machine uitsnijden. Ik heb toch wel mijn... ja, zit goed. Ja, soms zit ik wel eens het snijdingetje aan de bovenkant te doen. En dan snij ik in mijn mat kapot. Dat durf ik echt niet te zeggen. Petra, sorry, ik heb niks van een ander merk, dus daar zul je echt, de mensen die dus de meerdere merken hebben, daar even de vragen moeten stellen. Ik heb alleen maar Studio Light. Oké, nou heel voorzichtig natuurlijk. Mijn tapeje eraf. Niet gelijk rossen, want soms dan plakt het wel net een beetje te vast. En dan hebben we, als het goed is, hier een sleufje in. Kijk, hoe mooi. En deze komt eraf. Nou, die is dus eigenlijk net ietsjes te ver, maar dat vind ik niet erg. Dat knippen we wel netjes. Nou, dat kan mooi daarop. Die ook, want dan ben ik het niet kwijt. Even een beetje puin ruimen. Dan heb ik beeld. Ik moet een klein schaartje. Nou gaat de buik weer op in orde. Beetje te vroeg, jongen. Je krijgt pas 12 uur eten. Kijk, normaal gesproken, als dit netjes langs de rand is, valt dit eruit, hè? Nou maak ik van die nog eentje. Even kijken, ik heb hier nog wel een restantje en een rondje. Vaak moet je gewoon... Ja, oh, ik heb al zoveel matten kapot gesneden. Dat wil je niet weten. Ik heb ze tegenwoordig ook gewoon op voorraad. Dan denk ik, ja, ik moet verder kunnen. Maar het is balen. Want dan kost je dan weer zoveel centjes. Die gaan uit het blauw. En die had eigenlijk de buitenkantjes, die knip ik er dadelijk af. Dus... En ik moet nog een heel klein rood dingetje maken. Zal ik maar gelijk eerst alles stansen? Dan hebben we dat maar gedaan. Dan kan dat ding aan de kant. Die kan weg. Die ook. Hopla. Is toch makkelijk hè, dat je een magneetje bij de hand hebt. Even zien, heb ik hier een heel klein frutseltje rood? Nou, dat lijkt klein, maar dat is het niet. Daar heb ik dit dingetje voor nodig. En dan breng je net een beetje kleur eraan. Komen de kleurtjes mooi terug. Zit er een soort beschrijving? Want ik zou bij deze mallen niet weten hoe het... Patricia, of José, ik heb... er komen nog zeker 3 filmpjes in het Engels waarin ik ze uitleg. En ik heb deze, de slider dus al live gedaan bij Studio Light. Janine heeft... als je Engels kan, kun je ze alle 4 op mijn YouTube-kanaal bekijken. Maar Janine heeft gisteren dat wiel gedaan. Nou, die 2 pop-up mallen. Ik heb nu 1 pop-up gedaan. De pop-up mallen werken hetzelfde.
Dus dat is ook niet zo lastig. Het lijkt allemaal veel moeilijker dan dat het is. Gewoon even een paar keer terugkijken en dat komt helemaal goed. Nou, hier vouw ik er eentje. Die kant heen. En de andere ook. Het is vaak gewoon even een paar keer goed kijken. Ja, Ellie, ik ben al zoveel van die kleine dingetjes kwijtgeraakt. Dat je daarna je eigen schil kan lopen zoeken. Dus ik had zoiets van, dat gaat mij niet meer gebeuren. Oh, ik zit er net de verkeerde kant op te vouwen. Die gaat terug. Want dit is mijn mooie kant van het papier. En die wil ik aan de mooie kant houden. Die vouwlijntjes zitten er ook al in hoor. Dus als die stanst, stanst die de vouwlijntjes mee. Dit ziet er nou echt een beetje lekker knummelig uit. Maar dat komt gewoon omdat mijn vinger niet wil wat ik wil. En ik ben mijn boomfolder kwijt. Maar weet je, geen nood aan de man. Achterkant van een pinstekje werkt ook goed. Nou heb ik deze dus dubbel gedaan. En waarom heb ik dat gedaan? Ik vind het karton een ietsje wat aan de slappe kant om hem te laten glijden. Dus ik dacht, weet je, dan doen we er gewoon nog eentje tegenaan. En dan zal ik die tip eens even aan de hand doen van die mevrouw. Ik heb geen idee of dat ook werkelijk werkt. Maar ik zal hem dadelijk eens even langs de antistatisch doek halen. Nou is die in ieder geval lekker stevig. En dan moet ik even kijken of ik daarbij kan. Dat had ik ooit hier ergens in de buurt in een bak liggen. En ik zie het toch gewoon niet. Hè? Dat ga je niet menen. Als je iets opruimt, jongens, dan ben je het allemaal kwijt. Ik zie het niet meer. Gewoon mijn antistatisch doekje kwijt. Ah, nou dan wordt het niet. Ik kan het maar slecht een uur gaan lopen zoeken naar een doekje. Dat ga ik niet doen. Bij de andere glijdt hij ook mooi door. Dus zal best lukken. Nou, dan zet je die kleine puntjes, die korte stukjes, die zet je recht omhoog. En je papiertje eroverheen. En dan wilt hij natuurlijk net niet. Andersom gaat het misschien makkelijker komen. Ja. Dat had ik met de andere ook gedaan. Nou, dit is je slider gedeelte. Dan komt die hierop. En om het niet al te knoeierig te laten zijn, doen we hem gewoon met een tapeje. Anders heb je kans. Ik heb het de vorige keer heb ik het een oplegdeeltje erop gelegd. Een stukje papier omheen. Zodat het niet vast ging plakken allemaal aan elkaar. Dat wil je natuurlijk niet. En waar is mijn pincet gebleven? Ik had net nog... Oh ja, hier. En dat is natuurlijk wel even link. Want dan moet hij wel goed op dat zitten. Ga ik dus niet doen. Nee hoor, niet met de tape jongens. Want je hebt geen controle waar het zit. Dus ik ga gewoon hier weer een dotje lijm op doen. Want het moet hierop komen. En hier. En dan pak ik even een stukje van dit spul. Daar heb ik op zitten schrijven. Dan moet je maar even niet naar kijken. Maar dat is even dat daar geen lijm komt. En dan kan je duwen. En dan heb ik daar geen lijm. Oh ja, verhept. Ja, die heb ik ook liggen. Een gluurdotje. Totaal niet aan gedacht. Oh, wat stom. Dankjewel voor de tip. Nou ja, goed. Hij zit er nou op. En hij kan glijden. En je zou hier dus eigenlijk iets van... Als hij een paar keer heen en weer is geweest, gaat het ook goed hoor. Hoe heet dat? Je kan hier ook... dus dat talkpoeder. Of... ja, wat zei ik nou? Die antistatisch doek. Nou, daar baal ik toch van waar ik dat nou toch weer gedaan heb. Ik dacht van de week, laat ik eens netjes op gaan ruimen. Nou, wat heb ik nou? Nu gaan we met foamtape aan de slag. En wat vind ik dan fijn? Die is op. Nou, dat vind ik niet fijn, maar... Die
En daar had ik toch nog een nieuwe rol van, als het goed is, ja. En ik moet nog een smalle hebben. Oh, waar ben je goed voorbereid, Kootje? Die had ik van de week. Gebruikt. Is kwijt. Dan knippen we hem even. Want hij moet hier langs. Kijk, ik vind het fijner. Dat hij dus... Zorg dat hij gewoon mooi daar langs ligt. Dan gaat hij daar langs glijden. Ah, dan knip ik hem net weer te lang. Zou je altijd zien. En ik wil niet dat dat in beeld komt. Ik zit het ook weer met het verkeerde schaartje te knippen. Dat mag helemaal niet met deze schaar. Maar ja. Who cares? Nou, dan komt er nog een lange. Want ik plak hem dan wel gewoon helemaal vol hoor. Dat doe ik dan altijd wel. Hoppakee. Daar nog een stukje. Dan zit hij in ieder geval overal net zo dik. Hier nog een klein stukje. Maar dan kan ik wel even zorgen dat hij zo naar beneden loopt, denk ik. Ik denk dat dat net gaat. Even kijken. Ja, dat past precies. Dat pisse passas, zeggen we dan. Nou, dan haal ik deze even een stukje eraf. En die knip ik gewoon even door. Gewoon. Nou, het is non-stick. Maar toch plakt het nog wel iets hoor. Ik heb altijd ruzie met die plaktape. Kijk. En nou sluit je hem als het ware een beetje op. Dus dan wiebel je slijdergedeelte niet zo. Ja, ik vind dat fijner. Nou, dan moeten we dus weer gaan gokken. Want we willen hem natuurlijk wel een beetje in de midden hebben. Ik heb niet eens getest of hij wel... Kijk, en waarom heb ik hem nou gemat? Ik vond het mooier dat hij dus hier... Dat je dan dat donkerblauw er doorheen schijnt. Want dadelijk zie je niet. Anders zou het knalrood geweest zijn. Dan had ik een beetje vreemd gevonden achter de aardbol. Dus dat. Ik zit helemaal niet meer mee te lezen. Ja, natuurlijk. Weet je, ik heb van een mevrouw waar ik werk, die heeft mij geleerd. Na je 50ste moet je niks meer veranderen qua plaats. Ja, en het is gewoon werkelijk zo. Als je het dan op een andere plek legt. Nou, ik ben 50 geweest, maar je kan het niet meer vinden. Je zoekt je de blubbers. Maar ja. Zal ik hem eerst zo vastplakken? Ik ga er wel even bij staan. Dat heeft hij net zo makkelijk. Want hij heeft maar een heel klein randje. Zo. Maar heel smalletjes. Maar het zit eraan. En dan kan ik deze loshalen. Dus dat is het gewoon hoor. Mijn Insta is niks voor niks messy desket. Altijd zo'n... Ah. Nou ja, weet je, ik heb gelukkig een plekje op mijn slaapkamer. Dus ik kan ook alles gewoon lekker laten liggen. Dat vind ik wel heel fijn. Want ik heb daar zo'n hekel aan om alles op te moeten ruimen. Vroeger deed ik het ook in de woonkamer, dan was het niet anders. Heb ik hem nou gewoon vast zitten plakken, is die scheef gegaan? Niet te geloven. Ja hoor, hij zit er gewoon tussen geplakt. Ja, dat moet je niet doen, Ko. Want dan heb je het probleem, dan kan je niet meer glijden. Zit hij heel stuk ertussen? Oh nee, gelukkig. Schrik me wezenloos. Want hij moet wel heen en weer. Ik jullie willen zeggen, van, dan moet je hem verhoogd opplakken en dan kan hij mooi glijden. Nou, hij glijdt. Phew. Was dat even schrikken? Nou, wat heb ik nou verder nog? Dit is eigenlijk al ver leuk, hè? Er hoeft eigenlijk niet zo heel veel op. Klein stukje tape. Nu wel. En inderdaad, zou ook met een glue dot kunnen. Maar ik zet er nu gewoon zo de UFO op. Is toch een UFO? Volgens mij wel, hè? Nou, grappig toch?
Wat had ik er nog meer op? Want hij is natuurlijk nog niet helemaal af. Ik heb hier nog een paar sterretjes. En ik heb nog een ruimteschipje. Waarom plakt het hier ergens? Geen idee. Er zat iets te plakken. Ik had een paar sterretjes en dat ruimteschip. Nee, hoe noemde ik dat nou net? Satelliet. Satellietje. Oh ja, ik mag nog wat weggeven. Oh, help. Ik ben er bijna. Dus we gaan dadelijk, als ik zeg start, dan mogen jullie gewoon zeggen ja. Laat me dat maar kort houden, hè. En dan als ik stop zeg, dan stopt dat weer. Dus ik zeg nu ja. En dan kunnen jullie meedoen. Dan pik ik er dadelijk eentje uit, want ik weet geen vraag. Soms heb ik heel veel vragen en soms niet. Ik had nog een ster. Dan scroll ik dadelijk gewoon even terug. En dan komt dat vast goed. Nou, deze die gaan we dus even netjes afknippen hier. Ik had hem toch helemaal weer afgeknipt en dan moet ik even terug. Nee, ik heb hem eraan gelaten. Ik heb hem eerst erop geplakt. Zo was het. Dus we gaan deze even... Nou, ik zeg stop! Ik denk dat jullie onderhand wel allemaal meegedaan hebben. En dan scroll ik dadelijk even terug. Voor de winnaar. En dan hebben we dadelijk gewoon toch een hele toffe Space Invaders kaart. Hele hobby voor me, ja. Nou weet je, het is wel zo, en dat heb ik dus wel op zondag bijvoorbeeld. Dan denk ik wel eens, ja, het is toch eigenlijk wel een beetje saai, hè? Ik zit hier zomaar alleen. Voor mij is het niet saai, voor mijn man is het niet leuk. Maar ja, die zegt altijd van, joh, doe lekker je ding. Ik doe ook mijn ding. En ja, zijn hobby is op zondag een tukkie doen. Dus ik vind het helemaal prima. Ik heb ook zoiets van, joh, jij lekker maffen en ik lekker hobbyen. En dan is het ook goed, hè. Dit is even wel een heel smal stukje nog om er van tussen te halen. Maar ook dat is gelukt. Nou, dan knip je hem dus hier af. Hij gaat dicht. Gaat iets wat lastig, want ik heb hem natuurlijk best wel volgepropt. Nou, dan schuif je dus je slider ding helemaal naar links. Helemaal erin. Dan knip je het overtollige eraf. Dan kan die weer naar voren gehaald worden, een stukje. Ja hoor, ik vind ieder zijn ding. Ja, jouw man hobbyt mee, hè? Dat is ook wel fijn. Mijn vader doet ook. Lenny de man doet hetzelfde eigenlijk als mijn vader. Kaarten maken, borduren. Ja. Gewoon helemaal leuk. Zo fijn dat ze dan een hobby hebben. Ik vind het zo erg als je heel de dag zomaar op een houtje gaat zitten bijten. Dat ken ik niet, hè? Toen ik natuurlijk ziek was... Vorige week, nou vreselijk. En dan denk ik, oh je zal toch altijd zo zijn dat je nooit niks doet. Ik heb hem toch niet op z'n kop, nee. Maar ja, goed, er zijn mensen die van mij, die houdt van tuinieren. Ja, ook leuk, maar in de winter heb je dat natuurlijk niet. Dus dan moet je het met wat anders doen. Nou, dit is dus even zorgen dat de lijm opdroogt. Dat had je nou toch niet gedacht, hè, van het blok, als je dat van tevoren zag. Althans, dat had ik dus, hè. Had ik echt zoiets van, wat moet ik daar nou mee met die marsmannetjes? Nou, ik heb er al verschillende dingen mee gemaakt. Ik vind hem gewoon helemaal leuk. Kijk, haal ik er even af. Dat gaat nog als het, dat hoeft niet hoor, want het droogt transparant op. Maar ja, ik vind het altijd net even wat netter. Ga ik me dadelijk wel even mee vermoeien. Nou, en dan kan die dus heen en weer, hè. En dan schiet hij er dus netjes zo in.
Nou, en dat is het dan. Dan gaan we even terug. Zonder hobby. Oh, Bettina, erg. Of niet? Ja. Je kan er niks aan doen, maar ik kan me niks bij voorstellen dat je geen hobby hebt. We gaan even terugscrollen en dan zeg ik bij deze stop. En dat is Toos Okkers. Toos Okkers, als je mij een privéberichtje wilt sturen, dan zal ik zorgen dat jouw gegevens bij de desbetreffende persoon komt die jouw stans op gaat sturen. En dat wordt dus de stans met het slidergedeelte. Nou, dan hoop ik dat jullie het eigenlijk ook allemaal weer net zo leuk vonden als dat ik het vond. Ik heb het weer naar mijn zin gehad. Ik zal even mijn dingetjes netjes opruimen. Dat jullie zien dat alles weer compleet wordt. En dat het zo makkelijk is als je dus inderdaad een magneetje weglegt. Nou was ik toch bijna weer toch wel wat kwijt. Mijn rondje valt gewoon midden in de kaart. En dat rondje... Oh nee, ik zie al. Ik zit iets verkeerd te doen. Het zit niet meer zoals het hoorde te zitten, zie ik wel. Maar goed, dat maakt niet uit. Als alles er maar op komt. Beetje scheef. Hup. Scheef recht is ook recht. Deze kan hier trouwens gewoon tussenin, hè, als het moet. Zo. Dus, dat. Nou. Ik zie het berichtje wel tegemoet van Toos. En dan wens ik jullie vandaag nog veel plezier. Vanmiddag dacht ik met Jeanette en vanavond met Janine. En dan wens ik jullie een hele fijne, mooie, zonnige dag. Doei doei!